Yo kijkers, welkom bij deze compleet nieuwe serie. Het is helemaal nieuw. Ik ga een manager carrière starten. Want ik kan wel Ultimate Team gaan doen. Ik kan wel Road to Glory gaan doen. Iedereen doet dat. Dus wij komen met de leukste nieuwe serie op het internet. En dat is de manager carrière van de enige echte moi, oftewel gewoon mijn manager carrière. We kregen de optie om iets te kiezen en we konden kiezen uit 60% verhoging en een wereldwijd transfernetwerk. Ja, natuurlijk nemen we dat, want ja, 60% verhoging voor je geld. Ik zie alleen maar meer geld. Hoe meer geld, des te beter. Dus let's go voor de 60% verhoging en het wereldwijde transfernetwerk. Het zijn mooi meegenomen dingetjes. Dit is dus ondanks dat ik eigenlijk nauwelijks in FIFA 17 dit heb gedaan. Maar weet je, gewoon mooi meegenomen toch? We krijgen wat lekker extra geld en een wereldwijd transfernetwerk. Waardoor we eigenlijk gewoon al een dikke voorsprong hebben. Daarna moesten we team kiezen. En ik kan natuurlijk wel kiezen voor een club die wordt gehaat door iedereen. Ik kan wel zelf worden gehaat door een te goede club te kiezen. Dus ik koos voor Zwolle. Ja, goede keuze. Een goede 2,5 ster hebben ze met een transferbudget van precies 1,6 miljoen en een clubwaarde van 2,9 miljoen. Gaat perfect. Successen, nou, dat hoeven ze eigenlijk niet echt. Ook al doen ze het nu heel goed in de Eredivisie. Maar ja, ze hoeven niet heel erg successen. De middenmoot vinden ze ongeveer eigenlijk wel genoeg, ja. En toen mochten we kiezen voor onze coach. En dan moet jij eens gaan bedenken welke coach nou het meeste op mij lijkt. En inderdaad, je hebt gelijk. Ik koos voor die coach. Kale koppen, ja, die zijn gewoon niet te stoppen. En mijn naam was Jari Boekhorst. Nou, daar hebben we meneer Multisander van gemaakt. Dat past heel goed bij mij. Natuurlijk hebben we ook het strak in pak gekozen. Want ja, als manager met een trainingspak zie je er echt zo'n mogol uit. Dus we hebben natuurlijk heel mooi strak in pak gekozen. Ik dacht er nog even aan om lekker iemand uit Maleisië of Mongolië of Nepal te zijn. Maar ik koos toch maar voor Nederland. Misschien omdat het in bondscoach nog enig voordeel heeft. Toen mochten we kiezen voor ja, de instellingen. Ik was niet van plan om überhaupt een potje te spelen. Maar ik vond het wel even leuk om het stadion aan te passen naar het stadion van PEC. Het stadion van PEC zit er natuurlijk niet in. Maar er was wel eentje met ongeveer de grootte daarvan. 13.000 inwoners. 13.000 mensen kunnen namelijk in het mooie betonnen blok, genaamd het MAC 3 Park Stadion van PEC. Ja. Dus gaan we daar maar voor, hè. Nu het MAC 3 Park Stadion heet, kunnen wij gaan beginnen. Zijn we helemaal gereed om te starten met deze serie. En toen kwam het nieuwe van deze FIFA 18. We kunnen namelijk eindelijk, jongens, een revolutie. De revoluties. Wij kunnen live gespreksonderhandelingen doen. Nou, we hoeven dus geen dag meer te wachten op een mailtje of iemand akkoord gaat. Nee, we kunnen gewoon meteen onderhandelen met die persoon. En ik vertel je, dat is best wel heel erg vet en leuk. Maar ja, het mocht er ondertussen al wel 4 jaar in zitten. Maar FIFA loopt altijd een beetje achter met de innovaties van nu. Toen kregen we een uitnodiging voor het voorseizoentoernooi. En dan denk je van, echt even serieus, waarom zou je dit gaan doen? Dit duurt veel te lang en dan moet je weer lang simuleren. En dan zie je het plekje prijsgeld en dan denk je, meenemen. Dus eigenlijk de enige reden waarom wij het hebben gedaan was voor het prijsgeld. En dan is het ook niet gek dat wij voor de cup gaan met het meeste prijzengeld beschikbaar. En het is namelijk de European International Cup. En die vindt plaats in België. En toen kregen wij de doelstellingen van PEC Zwolle. En dan zit het toch wel onder in je maag dat het heel zwaar jaar gaat. Oké, ze hoeft eigenlijk maar dat we 1 speler aannemen uit de jeugdteam. Potentieel, oh ja. Eigenlijk waren het echt trieste doelstellingen. Maar ja, maakt niet uit. Internationaal hoeven ze überhaupt geen succes. Dus, dikke prima. Geen druk op mij als coach. Maar ik weet het, ik ga het hartstikke goed doen. En toen zagen wij onze 5 sterren Milenko Maric scout. En die hebben we even op Spanje afgestuurd, want in Spanje zijn natuurlijk zoveel talenten te vinden. Echt, Spanje bruist van de talenten. We hebben even mijn team bekeken. Natuurlijk met Partycheck en Saimak wel een beetje voorop. Thomas en Mokhtar daarentegen ook heel goede stats. Sandler is een beetje het lulletje van het team met zijn 64 rating. Maar ja, als ik eigenlijk zo naar keek, dacht ik van ja, maar dit wordt eigenlijk wel wat. Dus ik ging met volle overtuiging de eerste wedstrijd in. Maar voor ik ook maar de eerste wedstrijd kon spelen, kregen wij een transferverbod
Ryan Thomas. En voor Thomas wilde ik eigenlijk minimaal 10 miljoen. Daar voegde ik nog een veel te hoge doorverkoopclausule bij. En toen werd de onderhandelaar van Verona boos. Dus tot zover mijn eerste onderhandelingen. Nou, ging hartstikke goed wat mij betreft. Toen wilde iemand ineens uit het niets Felipe Sanz halen. Nou, toen dacht ik, kan wel, maar ik wil meer dan 1 miljoen. Dus ik ging me blij op een nieuwe transfersom van 1,5 miljoen invoegen. En toen drukte ik op rondje. Ja, goed gedaan, zeg je dan. Gelukkig deed ik er nog een veel te hoge doorverkoopclausule bij. Maar ja, NAC is een beetje te arm daarvoor. Dus die wilde dat niet. Oké, dacht ik toen. Dan maak ik nog wel even van de transfersom 1,5 miljoen. Veel te veel geld voor hem natuurlijk. En dat wilde de vertegenwoordiger van NAC Breda ook al niet. Oftewel mijn tweede succesvolle onderhandeling. Toen besefte ik me, ja, wat kan Sander nou eigenlijk? Het is toch geen basisspeler voor mij. Gaat hij alleen maar zeiken. Dus we doen hem gewoon lekker de deur uit voor 740.000 doekoes. Dus onze eerste speler is alweer de deur uit voor ook maar 1 wedstrijd te hebben gespeeld. Mark Bruintjes gaf ook nog even aan dat hij wel graag een plek wilde krijgen in ons team. En toen dacht ik van, nou, kan eigenlijk wel, weet je. Het is toch een toernooi wat we waarschijnlijk niet gaan winnen. Oftewel, Bruintjes kwam in de basis in plaats van Frère. Misschien niet de beste keus. En toen gingen wij met volle moed de eerste wedstrijd in om hem te simuleren. We verloren hopeloos met 2-0. En ja, toen was het hele moreel van het team eigenlijk weg. En dan faal je als manager. Gelukkig was Mark Bruintjes wel blij met zijn kans. En heeft hij het voor zijn hele carrière verpest. Ik wilde toen met mijn blije kop Sint-Just halen. Maar ja, die gaat natuurlijk echt niet weg bij Feyenoord. Want die zit daar pas een maand. Dus ja, dat was echt de domste actie ooit. Maar ja, ik ben het, hè. Hou rekening met mij. Er werd nog even verteld dat ik op moest passen als iemand bondscoach wilde. Ja, dat interesseerde me eigenlijk niet. Het kost me alleen maar meer werk. Is niet zo handig. Voor de rest had iemand nog een 1 miljoen bot op Mickey van der Hart geplaatst. Wij maakten daar 2 miljoen van. Met natuurlijk de torenhoge doorverkoopclausule van 7%. Maar ja, Twente was daar ook al niet mee eens. Wat dat betreft ben ik nog geen 1 keer geslaagd als goede onderhandelaar. Na de verliespartij hebben we Frère er maar even ingezet. En met partycheck was Frère de enige die nog een beetje een goed moreel had. Dus we gingen met frisse moed de wedstrijd in tegen Eupen. De club die iedereen kent natuurlijk. Eupen speelde in de FIFA 17 4-1-2-1-2 en won met 2-1. Tevens heb ik gefaald als manager. We gingen nog even tegen een mannetje die onder mij stond zeggen dat hij moest zorgen dat wij Doucouré kregen op leenbasis van 2 jaar. En de uitslag daarvan zien jullie in de volgende aflevering weer. In de volgende aflevering gaan wij ook onze eerste aankoop doen. Dat kan ik alvast vertellen, ook al weet ik het eigenlijk nog niet zeker. Maar we gaan het waarschijnlijk wel doen. En we gaan een wedstrijd winnen. Ik hoop dat je hebt genoten. Ik hoop dat je een blauwduim vermogen voor deze nieuwe serie. Ik zie je al morgen bij een gloednieuwe video weer. En dan zeg ik nog maar 1 ding. En dat is later, mensen.